Uiteraard alle genodigden, mijn collega Wim van Kamp, de dokter De Collemont en Maarten Bakker. Van harte welkom allemaal op deze persconferentie voor de lancering van de internationale maand tegen darmkanker. Met deze woorden geeft Europarlementslid Frida Brepoels van de N-VA het startschot voor de derde stopdarmkankeractiemaand. Samen met Stopdarmkanker en de Nederlandse organisatie Pixels tegen Darmkanker werd een actiedag in het Europees Parlement op touw gezet. Onder het motto van meer informatie is gelijk aan minder darmkanker werden honderden flyers en blauwe lintjes uitgedeeld aan iedereen die het parlement binnenkwam. Vervolgens was menig journalist te gast in de persconferentie waar een nieuw internationaal platform in de vorm van een website gelanceerd werd. Het United Europe Against Colon Cancer moet een gebundelde kracht vormen van alle bestaande organisaties die zich inzetten voor de preventie van darmkanker. U kan de website bezoeken op www.stopcoloncancer.info. Naast deze website werd ook een kunstwerk van de hand van Antwerps topmodeontwerper Tim van Steenbergen onthuld. Het canvas, met daarop een artistieke impressie van het Stopdarmkanker-logo, zal de komende maand rondreizen om zoveel mogelijk bekende gezichten hun steun aan de preventie van darmkanker te laten betuigen.